Ik kan het gewoon helemaal niet volgen. Maar dan ook totaal niet. Die VVD. Heb je dat laatste peilingje gezien over de VVD? Die hebben ze gehouden onder VVD-stemmers. 6 van de 10 VVD-stemmers... die vinden dus die Dylan ongeschikt als leider van de VVD. En maar 3 van de 10 VVD-stemmers... die denken dat zij nog genoeg gezag heeft binnen de VVD. En dan is er nog minder dan de helft van de VVD-stemmers... ja, die nog vertrouwen in haar hebben. Dus, hey, dan kun je nagaan. Want ze vinden dus dat ze het helemaal niet goed doet... bij die formatie. En ja, dat komt er allemaal uit. Die cijfers. Als je dat hebt, vrienden, in het zakenleven, in het bedrijfsleven... dan kan je gelijk, poep, kan je vertrekken. Ja, bureautje leeghalen, hup, en weg. En auto ook inleveren en de groeten en tot ziens. Dat is het. Maar niet bij de VVD. Nee. En daarbij is het dan nog eens een keer zo... dat de VVD-stemmers die hebben gezegd... 62% die wil een regering dus... Hè, met de Omtzigt en Wilders en met de Caroline. En dat de VVD daar aan meedoet. Ja. En ze willen niet dat gedogen. Dat willen ze niet. 9% wil maar... dat ze gaan gedogen. Maar 62% wil dat ze gaan meeregeren. Hey, maar daar luisteren ze helemaal niet naar. Nee, daar hebben ze dus vandaag VVD-congres. Daar zit ik naar te kijken. Wat een gekkenhuis. Wat een gekkenhuis. Ja, dan komt de Dylan. En de Dylan die gaat even zeggen... ja, we hebben wat dingetjes fout gedaan. Ja, dank je de koekoek zeg. Of jij wat fout hebt gemaakt. En of je... ja, we hebben ook wat mensen boos gemaakt. Nee, niet boos gemaakt. Woedend gemaakt. Ja, ja. En je hebt lopen blunderen. Ja, ja, hè. Dat komt ze dan vertellen. Maar verder gebeurt er... helemaal niks. Geen verandering, we blijven gedogen. En we gaan gewoon door op de weg die we zijn ingeslagen. En ik geef niet op. En dan zitten ze allemaal daar. Dus de VVD. Die zitten allemaal keurig te applaudisseren. Voor de Dylan. Ja. Ja. Werkelijk. Ja, en er wordt gewoon niet geluisterd naar wat die VVD-stemmers haar allemaal vertellen. Volgens zo'n peiling. Nee. Ben je gek? We douwen gewoon door wat wij in ons hoofd hebben. Ja, nou. Hé, hey, die willen gewoon willens en wetens gewoon een onbeduidend middenpartijtje worden. Dat kan niet anders. Ja. En dat doen we allemaal keurig. Zoals in dat zaaltje ook zitten ze allemaal. Dirk Jan en Werk Velders allemaal. Die zitten allemaal keurig te applaudisseren. En wij staan allemaal achter Dylan. Ja, we staan allemaal achter Dylan. En we gaan heel, heel erg netjes met z'n allen op het ravijn af.